Goedenavond. Graag heet ik u en jullie van harte welkom bij deze uitzending van Laat je bemoedigen. Wij willen in een meditatief moment graag samen luisteren naar wat de Bijbel ons vanavond te zeggen heeft. Op die manier mogen wij door de Heere God zelf bemoedigd worden in de bijzondere tijd die wij momenteel meemaken. Wij lezen vanavond uit het Nieuwe Testament, uit Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover dit gedeelte. Wij denken een ogenblik na over het vierde vers. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Vreemd is dat. Tegen mensen die treuren, zegt de heer Jezus: jullie zijn zalig, gelukkig te prijzen. Bedoelt hij te zeggen: als je maar treurt. Dan zit het wel goed. Worden hier alle pessimisten zalig gesproken? Dat denk ik niet. Om te beginnen is het de vraag in welk verband deze woorden staan. We vinden ze namelijk in de bergrede. Zeg maar de troonrede van koning Jezus. Want in de bergrede maakt hij om zo te zeggen zijn regeringsprogramma bekend. Daarin staan de grondregels die gelden in Zijn Koninkrijk, voor allen die Hem als koning erkennen. In dit verband moeten we ook deze zaligspreking lezen. Zalig zijn zij die treuren. Ja, als twee mensen hetzelfde doen, dan is dat nog niet altijd hetzelfde. Zo kun je ook op verschillende manieren treuren en bedroefd zijn. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld over mensen die erg bedroefd waren. Denk maar aan Cain, nadat hij zijn broer had gedood. Aan Ezou, nadat hij het eerstgeboorterecht had verkocht. Of aan Judas, nadat hij de Heer Jezus had verraden. Zij hadden aan droefheid geen gebrek. Maar de vraag is waar ze ermee naartoe gingen. In Matthäus 5 wordt een treuren bedoeld, een droefheid waarin plaats is voor God, voor de Heer Jezus. Een treuren waarin Hij iets als koning te zeggen heeft. Dan kan Hij daar ook vertroostend in aanwezig zijn. Wij zijn zalig wanneer we met alles wat ons neerdrukt onze toevlucht zoeken bij de Heer Jezus Christus. Het gaat erom wat hij in die droefheid als onze verlossende koning te zeggen heeft. Dan is er troost. De droefheid uit deze tekst is dus gericht op de Heere God, op het rijk van Zijn Zoon Jezus Christus. Het is een treuren omdat Hij als koning niet genoeg tot zijn recht komt. Denk maar aan heel concrete dingen in dit verband. Bijvoorbeeld aan de wanorde die wij van Gods goede schepping hebben gemaakt. Denk maar aan natuurrampen en aan allerlei nare ziekten, zoals bijvoorbeeld het coronavirus. Denk ook maar aan oorlogen en aan alle geweld. En wat er soms allemaal gebeurt, ook in de kerk, en wat niet goed is. Dan treuren we omdat al die donkere machten nog zo sterk zijn, die zich verzetten tegen God en tegen Zijn koninkrijk. Zalig ben je als je daarover treurt en ermee naar de Heer Jezus gaat. Wij treuren dan omdat er nog zo weinig van te zien is, dat alle dingen aan Koning Jezus onderworpen zijn. Omdat Zijn koninkrijk in deze wereld nog steeds een verborgen rijk is. Ja, wanneer we zo treuren, dan worden we vertroost. Zalig zijn we wanneer we treuren over alles wat niet beantwoord aan Gods bedoelingen... met deze wereld en met ons leven. Wanneer we treuren over onze zonde en over onze schuld. Zalig zijn we wanneer we daar bedroefd over zijn en... Ermee naar Jezus gaan. Dat is, zegt de Apostel Paulus, een droefheid naar God toe. Die droefheid heeft als uitwerking een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dan is er perspectief en dan is er uitzicht. Dan is er vertroosting. Dan blijven we niet treuren, want dan mogen we weten: het wordt anders. Dat heeft God zelf beloofd. In het Oude Testament al, waar de komst van de Messias en van zijn rijk in allerlei toonaarden wordt aangekondigd. Daarom wordt Jezus in Lucas 2 ook genoemd de vertroosting van Israël. Het Griekse woord voor vertroosten betekent letterlijk erbij roepen. Daar zit het woord paracleet in. En dat is de naam waarmee de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament wordt aangeduid als de Trooster. De Heilige Geest roept mensen bij Jezus en Hij troost ons met het Evangelie van de Heer Jezus Christus. De troost die Jezus geeft is nog toekomstmuziek. Jazeker, wij zullen vertroost worden. Maar tegelijk is het nu al werkelijkheid in het leven van allen die geloven. Zij die treuren in hun droefheid naar God toe zijn zalig. Zij zullen niet alleen in de toekomst vertroost worden, maar ook nu al, omdat de Trooster gekomen is, omdat Jezus er voor hen is, de Heiland, de Heelmaker. Zijn rijk is gekomen en het zal komen in volmaakte heerlijkheid. Hij maakt alle dingen nieuw. En daar is, daar is hij nu al mee bezig. Zijn koninkrijk is niet uitgelopen op een mislukking. Zeker, daar leek het wel op toen hij stierf aan het kruis. En daar heeft het in onze tijd nog vaak alle schijn van. Maar eens, als hij terugkomt hier op aarde, zal blijken. Dat het anders is. Zalig zijn we wanneer we Hem als koning aanroepen en dienen. Wanneer we ons door Zijn evangelie laten leiden en troosten. En laat ons antwoord dan maar zijn: bij U, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Amen. Zullen wij samen bidden. Heren onze God, wij danken u voor de vertroosting die de Heer Jezus belooft aan allen die treuren. Aan allen die er verdriet om hebben dat er zoveel is waardoor u als koning van uw rijk niet aan uw recht komt. Wij danken u dat de Heer Jezus in ons midden is gekomen als de zaligmaker. Dat Hij troost heeft te bieden aan allen die verdriet hebben om alles wat niet beantwoord aan uw bedoelingen met ons leven. Wij bidden voor allen die het moeilijk hebben. Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis, in een verzorgingshuis of. In een verpleeghuis. Heb dank voor de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor we elkaar weer vaker kunnen opzoeken en contact hebben. Verdenkt u ook allen die verdriet hebben, omdat ze treuren vanwege iemand die hun lief was en die hun ontvallen is. Wij bidden voor ieder van ons in onze eigen omstandigheden, voor jongeren en ouderen. Gedenkt u alle werkers in de zorg en in de hulpverlening. Gedenkt u ook onze overheid bij het leidinggeven in vaak zulke moeilijke omstandigheden, zoals we die ook in deze tijd meemaken. Gedenkt u de kerk, de christelijke gemeente. En heren, laat het zo mogen zijn dat, dat we ook als gemeente langzamerhand weer samen mogen komen rondom een open Bijbel. Ontfermt u zich over heel de wereld en de volkeren van de aarde, dat steeds meer mensen troost mogen zoeken en vinden. Die troost die de Heer Jezus ons door Zijn Geest te bieden heeft. En bovenal de enige troost in leven en in sterven, dat wij het eigendom zijn van onze trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hoort u ons in Zijn naam. Amen. We gaan nu luisteren naar orgelspel door. Dick Sandeman op het orgel van de Schildkerk. Hij zal spelen, hij zal spelen, in psalm 146, vers 3 en 5. De psalm waarin we de zalig spreking uit Matthäus 5 als het ware weer terughoren. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop, in het hachelijks lot vestigt op de Heer zijn God. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Tot zover deze uitzending van vanavond. Fijn dat u en jullie keken en luisterden. Aanstaande vrijdagavond, 12 juni, is er weer een uitzending. En we hopen dat u en dat jij er dan ook allemaal bij bent. Graag een hartelijke groet en nog een goede avond.